Ja, mannen, we staan nu net na de wedstrijd Barça-Advendo. Advendo heeft de beker in handen, Mario Koensen. Yes. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, wat vond je van deze wedstrijd, van deze happening hier in, op Sportpark De Wisselaar? Het moet elk jaar gebeuren. En het gaat ook elk jaar gebeuren, heb ik begrepen. Ja, dat is mooi. Volgend jaar, Larbi Lamli, je hebt de beste speler award in je hand. Hè? Twijfelachtig. Twijfelachtig? Je bent niet tevreden over je eigen prestaties? Ik vond Serginho beter. Je vond Serginho beter. Ja, Serginho, dan gaan we ook maar meteen naar jou. Je speelde een lekkere wedstrijd. Ja, man. Net na je interview op voetbalinbreda.nl. Ja, komt goed uit, hè? Ja, zeker. Je hebt je ding gedaan, heb ik gezien. Doelpuntje geprikt. Ja. Acties gemaakt. Zoals ik had beloofd toch in de interview, man. Hey, ja, ja. Je hebt je belofte gehouden. Mooi, ja, mooie zaak. Daarom. Nick van, van Zandvoort. Kijk, ja. Ik zal even inzoomen. De schaal. De schaal. Ja, vertel, wat heeft het voor jou gedaan, deze basisplaats en deze wedstrijd? Ja, sowieso een leuke sportieve pot van iedereen. Ja. Ja, leuk als je een goede wedstrijd speelt, geef je een beetje vertrouwen. Zowel voor mezelf als voor de rest van het team. Ja. Ja, en ik zou ook vaker doen, op een sportieve manier. Mooi, mooi. Stonden wel veel mensen langs de kant, hè Mario? Ja, klopt. Goeie zaak toch, Larbi? Ja, ik had wel meer verwacht eigenlijk. Nou, valt toch al mee, 200 man? Ja, 5 jaar geleden was het wel drukker bij Advendo. Nou, maar misschien volgend jaar dat er wat meer mensen bij Advendo komen. In de 4e klasse. We zullen het zien. Hey, jongens, hartstikke bedankt voor jullie reactie. Hey, dankjewel. Douchen en tot de volgende keer. Ja, man. Oké, tot ziens. Ciao.